Onder grote publieke belangstelling heeft NAX gisteravond de launch gehad van haar iconenkalender 2019 met daaraan gekoppeld een expositie. Met dit project brengt de organisatie hulde aan bijzondere Surinamers die een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van Suriname. De iconenkalender eert NAX 12 bijzondere Surinamers die elk vanuit een andere invalshoek een bijzondere prestatie hebben geleverd. Volgens de organisatie is dit een belangrijk project voor de historie, het behoud van de Afro-Surinaamse cultuur en nationaliteitsbeleving. NAX-voorzitter Siegmund Staphorst wees erop dat dit project ook van belang is omdat onze jeugdigen de Surinaamse iconen niet kennen. Ze memoreerde dat bij de zoektocht naar materiaal en documenten NAX met haar neus op de feiten is gedrukt. Dat het bewustzijn van belangrijke Surinamers en ook van belangrijke Surinaamse organisaties om zichzelf, hun werk en hun activiteiten vast te leggen gering is. Het is heel moeilijk, heel erg veel graven om de documentatie en de informatie boven water te krijgen. Wij moeten daar heel hard aan werken en wij hebben ons voorgenomen als NAX documentatiecentrum voor de Afro-Surinaamse cultuur om daar heel erg hard aan te gaan trekken. Er is werk aan de winkel om het bewustzijn op dat gebied te kweken. Het is belangrijk dat wij als niet-governementele organisaties ons inzetten om dit te bereiken, om iconen naar voren te trekken. En het is even belangrijk voor ons dat we ondersteund worden door de overheid in deze. Het ministerie van Onderwijs heeft wat betreft het immaterieel cultureel erfgoed een leidende en een belangrijke rol. Ik kijk naar de minister. Zij kijkt naar mij. En dit vanwege de UNESCO-conventie Bescherming Immaterieel Erfgoed. Nog de overheid, nog de particuliere organisaties gaan de werkzaamheden verbonden aan de conventie alleen kunnen klaren. We moeten elkaar schragen, elkaar wederzijds ondersteunen om eigenlijk Suriname op de kaart te brengen en te houden. Onderwijsminister Lilian Verrier is zeer te spreken over dit project. Ze is blij met dit initiatief omdat deze iconen volgens haar precies weten hoe onze geschiedenis is verlopen en welke plaats de belangrijke Surinamer daarbij heeft gehad. Ik ben inderdaad minister geworden. En een van mijn doelstellingen is om kinderen die liefde voor het land weer bij te brengen. En daar hoort natuurlijk ook al deze voorbeeldfiguren die we gehad, die we hebben en gehad hebben, die moeten ze kennen. Dus ik feliciteer NAX. Het is een geweldig initiatief en zeker gaan we dat ondersteunen, niet alleen met die kalender. Die mensen inderdaad naar voren halen. Laat die kinderen onderzoek gaan doen. Laat ze weten wie we zijn. Tot zover onderwijsminister Verrier gisteravond bij de launch van de iconenkalender 2019. De teksten zijn zowel in het Nederlands als in het Sranangtongo, om zodoende het gebruik van deze taal te promoten. De presentatie van de kalender heeft plaatsgehad in het NAX-centrum aan de Thomsenstraat.